Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode. We gaan vandaag verder voor de laatste video in seizoen 3 natuurlijk. De laatste keer racen in seizoen 3. Abu Dhabi staat op het programma. Tot nu toe alle grote prijzen gewonnen die er maar te winnen zijn. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer je voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele aflevering meer van mij mist. Like de video als jij hem leuk vond. Dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me ook even op sociale media, maar gebruik hem in de beschrijving. Helaas, door een fout is de kwalificatie corrupt. De file kan ik helaas niet openen. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik kan je nu alvast verklappen. Verstappen heeft niet de pole position gehaald. Carlos Sainz pakt de pole. Wij staan dus op P2 en Verstappen op P3. Ook alvast een geheim die ik nu alvast met jullie ga verklappen. Verstappen start op de medium en ik start op de soft. En dat betekent dat dit gewoon de intro is, want nu volgt gewoon de wedstrijd. Helaas, jammer, maar goed, het is wat het is. Ik kan er helaas niet zoveel meer aan doen. Het is gewoon op naar de wedstrijd voor carrière aflevering 52. Welcome to the Yas Marina Circuit for the finale of another thrilling Formula One season. It's been a breathtaking year, and we end it at a track that's been the scene of many glories and heartbreaks over its history. It's time to end the season in style. It's time for the Abu Dhabi Grand Prix. The Yas Marina Circuit, just over 3.4 miles long with 21 corners and two very long back straights. There are two DRS zones going into the heavy braking zones of both Turn 8 and Turn 11, and offer plenty of potential for overtaking. The circuit comes with its fair share of tricky corners as well, in particular 15, 16 and 17, which will certainly test a driver's braking management. It's race day yet again, and joining me for a chat, Anthony Davidson. Ant, our racers are certainly in for a rough day today. What will you be watching for as they go down into turn one? Well, the start of the race is always one of the most nerve-wracking parts. You have to hope that everyone is able to get off to a clean start, and this is possibly the trickiest part of the entire race. So many drivers in such a small space, and finding your braking point into turn one as well. It's a testament to the driver's skill that there aren't more incidents. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. Charles Leclerc lines up on pole position, and the professor completes the front row. Moving on to the rest of the grid, we have Verstappen, Perez, George Russell, and Sainz, Joe, Hamilton, Ocon, and Antonio Giovinazzi, Norris, Stroll, Valtteri Bottas, and Islet, Ricardo, Gasly, Mick Schumacher, and Christian Lundgaard. Latifi, Tsunoda, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. Mazepin, and Marcus Armstrong. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Okay, we've already won the championship, so relax and enjoy this race. Relax en geniet van deze wedstrijd, adviseert Jeff. We starten op P2, soft, medium. Medium is de strategie. Neem er minder fuel mee dan normaal, om wat harder te kunnen pushen. Daar gaan we dan voor de laatste video in seizoen 3. Charles Leclerc op pole position, Verstappen op P3. De lampen zijn uit en we zijn onderweg en we komen goed weg. Maar kruis al gelijk richting Charles Leclerc toe. Daar zit Verstappen al, we wielbengen elkaar. En we maken een divebomb naar de Monegask. Verstappen heeft zijn voorvleugel volgens mij kapot gereden op de achterkant van Sergio Perez. Want die verliest al gelijk een aantal secondes naar Perez toe. Dus een dramatische start voor mijn teamgenoot. Wij heroveren de leiding op een agressieve manier van Charles Leclerc. Geel in sector 1. Vanwege Max volgens mij, vanwege de rommel die daar ligt. En zo hebben wij de openingsronde overleefd. Verstappen niet, dat gat is al 3,9 seconden. We zitten in ronde nummer 2 van de wedstrijd als Max Verstappen naar binnen duikt. En wij noteren paars in sector 1. Zijn 3,1 seconden sneller. En Verstappen gaat volgens mij naar die soft compound.
Perez op P3, Russell knap op P4, Sainz op P5. Het gat naar Leclerc is inmiddels 2 seconden geworden. En Verstappen komt weer terug de baan op. Herhaling van de start met Charles Leclerc dus op pole position. Verstappen op P3, wij dus op P2. De lampen waren uit en we waren onderweg. En ik probeer hier al gelijk terug te kruisen naar Verstappen. Dan zit Perez er aan die binnenkant. En Perez zorgt ervoor dat Verstappen zijn voorvleugel kwijt is geraakt. Of een deel kwijt is geraakt. Aan boord bij mij. Ik ga zo meteen naar rechts toe, want ik merk dat Leclerc een langzamere start heeft. Daar zit Max. We wielbangen een beetje met elkaar. Dan maak ik hier een divebomb naar Leclerc. Lukt ook. En zo pakken wij de leiding af van de Monegask. Maar ik wil wel een onboard zien van Verstappen. Wat hij dan heeft meegemaakt. Jazeker, die hebben wij. Max dus op P3 op die medium compound. Kwam ook goed weg. Dan kruisen wij hier naar zijn lijn toe. Raken elkaar een klein beetje. Maar wat gebeurt daar dan? Ah, Perez raakt Max. Sergio Perez zorgt ervoor dat Verstappen zijn voorvleugel beschadigd is geraakt. Wij zijn dus niet de boosdoener. Dat is goed nieuws. Max dus van helemaal achteraan. We zitten in ronde nummer 6 van de wedstrijd. Als dat gat naar Perez 1,5 seconden is, we zetten groen in sector 1 neer, zijn 54.000ste sneller dan onze vorige beste tijd. Perez loopt wat in op ons, dat gat is 1,2 seconden. Gaat richting die seconde. 1,0, 0,9 is het. Dus Perez rijdt er wel naartoe. Ik ben ook benieuwd wat Verstappen doet. Hier kan Perez niks. Dat is 1,2. En naar Charles Leclerc is het al 9,0 seconden. We keren een klein beetje, maar het is niet erg. We zitten in ronde nummer 7 van de wedstrijd. Als wij rood in sector 1 noteren, zijn 2/10 langzamer. Perez zit er dit keer wel dichter en dichter op. Dat gat is 3/10 ongeveer. En heeft zometeen DRS. We proberen al de slipstream te breken. Dat lukt niet. Perez zit eraan te komen. Wij gaan hier voor de buitenkant kiezen. Perez zit daar aan die binnenkant. En wij bewegen wat in die remzone. Om gewoon aan te merken dat wij niet gewonnen geven. Dat was een slechte zin, maar goed. En Perez moet hier helaas eieren voor zijn geld kiezen. En is weer terug naar P2. Russell op het podium voor Alpine. Dat is goed om te zien. We hebben wel een beetje last van de curbstones, want die zijn hier heel erg irritant bezig. Sainz en Leclerc pakken Russell. Oké, dat is goed gedaan van Ferrari. We zitten in ronde nummer 8 van de wedstrijd. Als Carlos Sainz naar binnen duikt. En wij hebben daar een momentje in bocht nummer 3. Gaan niet terug de baan op. Komen Perez daar gewoon tegen. En Sergio Perez heeft zijn voorvleugel helemaal eraf gereden. VSC is door Michael Masi deployed. En dat betekent dat Sainz kan profiteren. We zitten in ronde nummer 8 van de wedstrijd. Begin ronde nummer 9. Als we daar wel een klein momentje op die curbstone hebben, maar dat is niet erg. Perez naar P2. Moeten ze een nieuwe neus gaan halen. Russell naar P3. Zhou op P4. Norris 5. Hamilton 5 bedoel ik. Dat wisselt wat op en neer vanwege die pitstops. En de pitstop voor ons. We gaan dus naar de medium compound in ronde nummer 10. Nog 18 rondes te gaan in de wedstrijd. En ik ga gewoon voor een tweestopper. Soft, medium, soft. Kijken wat deze tijd wordt. 2,9, wat aan de veilige kant. Had wat sneller gekund, maar goed, dat is niet erg. Russell op P3. En Verstappen duikt ook mee naar binnen. Ronde nummer 10 en we komen weer aan de leiding op de baan.
Sainz naar P2. Dat gat is 4,8 seconden. En wij gaan nu proberen dat gat weer groter en groter te maken. Richting Carlos Sainz. Tot nu toe nog geen gekke dingen gezien in de grote prijs. We zitten in ronde nummer 16 alweer. Als het geel is in sector 2, er rijdt een Haas langzaam. En dat is volgens mij Nikita Mazepin. Die daar uitvalt in sector 2. Dertien rondes nog te gaan. Pit window opent in 3 rondes tijd. Nikita Mazepin een 0 scoren voor de Russische coureur. Jazeker, een gele vlag wordt gezwaaid. Sainz, dat gat is 10,6 seconden. We hebben daar wel een klein momentje op die curbstone. Weten de auto daar mooi te redden. En het incident is weer weg. We gaan dus weer racen hier in Abu Dhabi. In ronde nummer 16. Onder het hotel door. Herhaling van wat Mazepin zag. Het is gewoon denk ik een versnellingsbak die ermee ophoudt. Jammer voor Nikita. In de late wedstrijd van seizoen 3. Maar goed, je kan ook niet zoveel verwachten van de Rus en de auto die hij bestuurt. Maar goed, dat is mijn mening. We zitten in ronde nummer 18 van de wedstrijd. Nog 10 rondes eraan. Als het geel is in sector 3. Het is daar weer groen. Daar rijdt een Ferrari langzaam. Dat is volgens mij Charles Leclerc. Die staat daar stil. En geel in sector 3. Nu volledig. En een Alfa Tauri heeft problemen. Pierre Gasly valt ook uit in de grote prijs. Twee uitvallers, Mazepin en Gasly. Maar gek dat Charles Leclerc daar stilstaat. Hij rijdt weer. Het is dus een spin geweest voor de Monegask. Voor Gasly is het echt een DNF. Het gat aan Sainz is 12,5 seconden. Gat naar Norris is 18,7 en richting George Russell is het al 25,9 seconden. Extreem groot. Gele vlag hier dus voor Gasly. Die daar uitvalt. Jazeker, heeft hem aan de rechterkant geparkeerd. We hebben als het goed is een herhaling van Charles Leclerc en Pierre Gasly. Dit ziet Leclerc. Oh, en die spint. Charles Leclerc spint. En moet hier echt even wachten. Staat op een heel ongelukkig moment. Gaat ook in zijn achterruit. En dan moet hij hier wachten op verkeer. Dat duurt lang. Dat duurt heel lang. Dat duurt te lang. Charles, wat doe je? Moet hij iedereen voorbij laten of zo? Kan je nu dan weer terugkomen? Jazeker! Leclerc weer op het asfalt. Rijdt weer. En dit ziet Gasly. Daar is Leclerc gespind. Gasly ontwijkt Leclerc en dan is het ja gewoon een motorprobleem. Voor Pierre Gasly. Opmerkelijk. Ronde nummer 20 en we duiken naar binnen voor onze laatste pitstop. We hebben genoeg seconden voorsprong op Carlos Sainz. We gaan dus voor die soft compound. Met nog 7 rondes te gaan in de wedstrijd. Dat moet gewoon voldoende zijn voor ons. We gaan proberen om dat snelste racerondepunt af te pakken van iemand. 2,6 is de pitstop. Een veilige pitstop. Laatste pitstop is dus geweest. Geen gepende stops meer voor ons. En komen mooi terug op P1 weer het asfalt op. Dat is ongeveer 10 seconden na Carlos Sainz. Ronde nummer 22 is het.
begin ronde nummer 23, als we daar dan bij start-finish komen. En wij noteren de snelste raceronde met een 1.35.2. Zijn 17e sneller. En dat is goed om te zien. We zitten in ronde nummer 23 als wij daar een blauwe vlag krijgen voor Mick Schumacher. Die moet aan de kant. Mick Schumacher moet aan de kant. Dat doet hij niet. Hij rijdt gewoon lekker door. Ik weet ook niet waarom, maar goed. We hebben er wel last van. Mick Schumacher geeft zich niet gewonnen. Dat weet ik wel. Laat ons hier dan mooi voorbij. Jazeker, dankjewel Mick. En we gaan ronde nummer 24 alweer in. Nog 4 rondes te gaan. Het gat naar Sainz is 12,8 seconden. En Zhou pakt Perez voor P4. We zitten in de laatste ronde van de wedstrijd. Komen bij start-finish aan. Hebben dat snelste racerondepunt op ons naam gezet. Wij hebben alle grote prijzen dit seizoen gewonnen. Een record. En dan gaan we ons lekker opmaken voor een nieuw seizoen. Kijken wat dat gaat opbrengen. Maar eerst dit wereldkampioenschap vieren met mijn team en Verstappen natuurlijk. They can go into the winter with their heads held high after an emphatic victory here today. Tell me, Ant, how did they manage to achieve this win? Well, time management probably played quite a large role in the outcome of this one. As ever, it's not just about speed, it's all about maintaining that speed consistently over a stint, over a race distance. So being able to keep up the lap times while still being smooth on the controls and gentle on the tyres, that's really where the race was won today. A show-stopping performance from the three drivers approaching the podium right now. It's been an interesting Grand Prix, that's for sure. De uitslag van de grote prijs van Abu Dhabi. Wij winnen dus de laatste wedstrijd van seizoen 3. Pakken ook dat snelste racerondepunt. Carlos Sainz naar P2 voor Ferrari. Lando Norris pakt dat laatste podium voor McLaren. Verstappen toch nog een punt gepakt. Van P22 naar P10. Doet hij toch nog goed? Guanyu Zhou pakt Perez in de laatste wedstrijd. Hamilton pakt Bottas. Russell naar P8, Ricciardo op P9. Ocon op 11, Charles Leclerc P12 dankzij die spin. Lance Stroll P13, Giovinazzi P14. Dan is het wachten op de nummers 15, 16, 17, 18, 19 en 20 natuurlijk. Daar hebben ze in beeld Tsunoda, Armstrong, Ayloot, Schumacher, Latifi, Lundgaard, Gasly en Mazepin uitgevallen. 192 punten verschil na Verstappen. En McLaren is net safe van Ferrari. Maar het gat naar rond is groot. 400 punten. Maar goed, seizoen 3 zit er alweer op, mensen. Ik kan je alvast verklappen. We gaan beginnen met een nieuwe auto, een nieuwe motor, een nieuwe kalender. Maar Verstappen blijft nog steeds onderdeel van mijn team. We gaan gewoon lekker door waar we gebleven waren. Er is geen regulatieverandering voor seizoen 4. Dus dat zit wel snor. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer je voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Creator content. Schakel ook gelijk dat belletje aan. Zodat jij geen enkele video meer van me mist. Like het video als jij hem leuk vond. Dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me even op sociale media. Mijn gebruikersnaam in de beschrijving. Dit was het journaal, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2021 My Team Career Mode. Ga verder voor een nieuw seizoen in My Team Career Mode. Tot ziens.